Hallo, daar zijn we weer, de leukste talkshow van Tilburg. Live vanuit de lokaal, Tilburg. Yes, welkom bij Tilbus. We zitten niet op een zonnig terrasje, maar wel zo voelt het wel, hoor. Zonnige lokhal met een wijntje en een biertje. Dus we doen gewoon een beetje alsof. En met Mark Pruin. Hij is presentator en organisator van het Milieucafé. Maar vandaag is hij niet de presentator, maar de tafelgast. Dus even een keer in een andere rol. Ja, hartstikke leuk. Leuk om hier te zijn, ja. En leuk in een andere rol te zitten. Ja, leuk om jou hier te hebben. We gaan het dus heel veel hebben over milieu, het klimaat, over het Milieucafé. Maar eerst even voor de mensen die het Milieucafé niet kennen. Ik denk dat dat nog een groep Tilburgers is die dat niet helemaal op het netvlies hebben. Wat is het? Het Milieucafé is een talkshow. Een talkshow die gaat over duurzaamheid, over milieu, over natuur, over mobiliteit. In een lichte sfeer bespreken we die dingen. Dat doen we met leuke gasten, wisselen we af met muziek, cabaret. Dus dat is een café, de café ja, in het Milieucafé. Het is echt informeel. Het is niet zo de bedoeling dat mensen heel chagrijnig worden als ze bij ons komen. Want ja, er zijn best wel dingen die te verbeteren vallen als het over dit soort onderwerpen gaat. Maar wij behandelen het licht, constructief, kijken ernaar. En ja, we zoeken altijd naar leuke, goede gasten. Er komen best wel veel mensen op af, 100, ja. 150 mensen. Ah, kijk, dat is echt een groot ding. En een milieu kan natuurlijk een zwaar thema zijn. Daar komen we vast ook nog bij. Dus jullie proberen het eigenlijk ook een beetje leuker en laagdrempeliger en luchtiger te maken. Ja, en ook manier. Laten kijken waar oplossingen zitten. Ja. Je kunt wel alles groter maken, maar precies. Er zijn natuurlijk altijd dingen die op kunnen lossen. En dat is nu interessant, want gemeenteraad, nieuwe verkiezingen, of nieuwe gemeenteraad. Dus niet alleen maar zagen, maar ook oplossingen bedenken. Ja. Leuk. Ja. Hey, en als je het hebt over wij, wie is het Milieucafé, wie doet dit? We hebben een redactie, dat zijn de mensen die bedenken de onderwerpen en voeren ze uit. En er zitten nog mensen omheen die alle dingen regelen en organiseren. Denk aan ongeveer 10 mensen die daar betrokken bij zijn. En we doen het 5 keer per jaar. 5 keer per jaar. Die talkshows, die zijn een paradox. Daarnaast doen we ook andere dingen. Ja, dit is hartstikke leuk. Maar dat ging natuurlijk niet met corona. Dus toen hebben we geleerd tv-uitzendingen te maken. Deden we samen met Omroep Tilburg. Ah, vet. Hartstikke leuk. En nu komt er binnenkort dus een comeback aan waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. Ja. Even kijken. Ik heb een presentje van Ollies. Die heeft iets moois voor jou gemaakt. Nou. Nu moet ik wel zeggen dat ik niet wist dat je zo groot was. Ik denk dat het een naveltruitje is geworden. Dat is super maar dan sexy. Kunnen we lachen. Wat is Hij het zei, dan? Welke maat? Ik zei nou... Oh, wat mooi. Nou, misschien valt het mee. We dachten, ja, wat trek je dan aan tijdens zo'n milieucafé? Dus hij heeft iets moois voor je gemaakt. Oh, wat leuk. Wat mooi. Voor de luisteraars, wat zien we op het shirt? Daar staat op paradox, café, klimaat, akkoord. Ah, akkoord van paradox. Kijk, en het is een soort wordfeestje. En daar staat Mark. En daar staat Mark. En dat het is een ben soort ik. Woordzoekertje. Ja, wat leuk. En ons logo staat er ook op. Dat, ja. Dat is hartstikke leuk. Normaal presenteer ik het in dit pak, ja. Want we proberen daar een beetje netjes te zijn. Maar dat gaat nu dus anders worden, dat begrijp yes. ik. Ja. Dat was de vraag inderdaad. Je hebt eerste doel bereikt voor vandaag. Okay, maar dan hoop ik niet dat ik dan het publiek vergas op mijn navel. Ik wou niet zeggen, dan hoop ik niet dat het een naveltrekje is. Maar dat is misschien wel weer een leuke extra dimensie, toch? Ja. De buik van Mark. Ander mooi project. Mark, het akkoord van Paradox. Dat, wat is het? Wat gaat er gebeuren? Ja, wij als Milieucafé bestaan al heel lang, hè? Bijna 30 jaar. 30 jaar al? Ja. Wow. En wat wij doen, elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En wij helpen de nieuwe gemeenteraad, of eigenlijk het nieuwe gemeentebestuur, om goed milieubeleid en natuurbeleid te maken door ze een soort van manifest aan te bieden. Dat is het akkoord van Paradox. Dat hebben we dus gedaan in 2010, 2014, 2018 en dat doen we nu weer. En dat doen we door de onderwerpen die we in het Milieucafé behandelen, zeg maar samen te vatten en tot daar een voorstel voor te maken. En een voorstel dat we ook... Dat ook echt op zodanig niveau is dat het gebruikt kan worden bij het maken van het bestuursakkoord. Hey, en is de gemeenteraad, is dat een eenzijdig? Dus jullie lopen te roepen tegen de gemeenteraad en zijn denk ik, oh, daar zijn ze weer. Of heb je het gevoel dat er naar geluisterd wordt of dat het gebruikt wordt? Ja, we hebben we doen het natuurlijk we hebben het al 3 keer gedaan. En dan zie je ook gewoon stukken terugkomen in het, in het bestuursakkoord. Bijvoorbeeld het Stadsbos, dat is echt bedacht in het Milieucafé. En dat hebben we in zo'n akkoord van Paradox gezegd, 8 jaar geleden denk ik. Ja, en dat zie je dan dat vervolgens wordt dan overgenomen terug in het bestuursakkoord. Ja. En ook heel veel dingen die niet overgenomen zijn natuurlijk. Ja. Dat zijn de besprekingen die tussen de partijen doen. Dus we bieden het ook echt aan de partijen die het bestuursakkoord nu gaan maken. Oké, en dus er zijn dus al dingen uitgevoerd. Hoe gaat dat nu in zijn werk? De 31ste, gaan jullie dit weer met z'n allen maken? Zijn die thema's er al? Of? Ja, we gaan het niet maken in het Milieucafé. Wij behandelen een paar onderwerpen waarvan we denken dat die zijn belangrijk voor Tilburg. Welke onderwerpen zijn dat dan? Het gaat over energie en klimaat. Ja. Hoe gaan we nou om met betaalbare, duurzame energie?
Gaat over de groene stad, de groene beleving van de stad. Ja, en in combinatie met het bouwen misschien ook heel erg. Ja, dan kijken we naar bijvoorbeeld daktuinen is waar we aandacht aan besteden nu. En de derde is waar we naar kijken is fietsen in de stad. Vroeger was Tilburg de fietsstad van Nederland. En inmiddels staan we 189ste op de rij van... Fantastisch, van, ja. 189ste, dat is toch wel... Daar moet je maar net willen staan. Nou, en dat betekent dat we daar dan gasten voor uitnodigen. Ja. Daar hebben we een gesprek mee, kijken hoe is de Tilburg-situatie en wat we dan achteraf doen als redactie, is dat we daar dan de punten uithalen waarvan we zeggen, nou dat zijn de, die kunnen we verzamelen en bieden we aan de onderhandelende partijen. En dan wordt het akkoord van Paradox En dat is dan het akkoord van Paradox. Ja, en wat we dan natuurlijk ook doen, is dat we de wethouders die erover gaan, die nodigen we vervolgens uit om naar het Milieucafé te komen. Ja. En dan vragen we natuurlijk van, en wat komt er van terecht? Wat ga je ermee doen? Ja, dus die worden nog wel even aan de tand gevoeld of ze of er een beetje... Ja. En wat denk je dan bij de coalitie die je dan nu hebt? Ja, er is nog geen coalitie. Hè? Maar Esma Lala is degene die mag beginnen. Ja. Die is ook, die hebben we uitgenodigd en die komt ook om de spits af te bijten. Ja. Volgende week, 31 maart, in Paradox. Dan zullen we ook aankondigen dat we haar het akkoord gaan geven. En ook de andere partijen die gaan formeren. Ja, dat bieden we aan alle partijen die er interesse in hebben. Dus vorige keer hebben we een rondje gemaakt. Ik geloof dat we 10 partijen het aangeboden hebben. En die zijn er natuurlijk blij mee, want het is een signaal uit de stad. Betrokkenheid van bewoners en we proberen er ook verstandige dingen in te zetten. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat de politiek interesse heeft, dat is duidelijk. En daar ook op doorpakt. Maar interesse vanuit de Tilburgers... Daar ben ik heel benieuwd naar. Leeft het? Ja, het leeft enorm. Als je kijkt naar vijf jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen, zag je eigenlijk dat het nog nauwelijks een onderwerp was wat belangrijk is. En nu zie je dat klimaat heel erg leeft. Natuurlijk ook door toestand in de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Waardoor wel duidelijk is dat de olieafhankelijkheid heel erg belangrijk is. Ja, het leeft heel erg. Iedereen is ermee bezig. Je ziet heel veel bedrijven die zich erop richten. Dus het is voor ons niet zo moeilijk om leuke programma's te maken hierover. Het is meer moeilijk om te bedenken welke onderwerpen gaan we nu weer nemen om het optimistische te laten zien. Nu gaan we dus dat akkoord maken. En dan daarna gaan we twee maanden daarna hebben we weer nieuwe onderwerpen om te laten zien. Dit zijn de dingen die in Tilburg gebeuren. Het is wel een onderwerp dat jij. Ja, ik zag op jouw LinkedIn dat jij al 7 jaar voor Milieucafé werkt. Ja. Dus dat zie jij dat groeien? De interesse voor het thema? Ja, ik werk voor, het is vrijwilligerswerk, hè, maar we zien de interesse wel groter worden. We zien dat er altijd wel 100, 150 mensen komen naar Paradox. We hebben de laatste 2 jaar hebben we tv-uitzendingen gemaakt. Daar zien we dat er veel naar gekeken worden. Maar ik vind dat er best wel meer mensen mogen komen. Hè. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit, is om de mensen op te roepen. Ja, kom gewoon naar het Milieucafé. Kom gewoon, is belangrijk. Het is leuk en het is niet alleen die onderwerpen waar we het net over gehad hebben. Maar we hebben ook cabaret. Ferry van der Zanden is er meestal met Fred van Boeschoten. Die aan het einde de cabaret verzorgen. We hebben muziek. Dit keer hebben we een band die ska en reggae laat zien. Ja, dus het is echt een... De Nachtmakers, zeker die. Dus echt een leuk evenement rondom dit thema inderdaad. Ja. Er is nu heel links gekozen in Tilburg. GroenLinks is echt fenomenaal gegroeid. Partij voor de Dieren heeft 2 zetels, wat ik ook best wel knap vind voor zo'n nieuwe partij. Betekent dat nou iets voor het akkoord van Paradox? Ik kan me voorstellen dat het anders is om dat akkoord te overhandigen aan Esma dan aan een Lijst Smolders of aan een Forum voor Democratie. Heb je een dansje aan doen? Was je heel blij? Of wil je daar niks over zeggen? Ik heb natuurlijk mijn persoonlijke voorkeur, maar Milieucafé is niet politiek. Hè. Wij vinden het onderwerp belangrijk. En dan vind ik het ook heel erg leuk dat VVD zich profileerde als groen rechts. Mm-hmm. Groen, zag ik ergens op een poster staan. Dat is ook heel erg... bemoedigend om dat te zien. En wij hopen natuurlijk dat de ideeën die we hebben en de behoefte die er is aan steeds duurzamer, dat het in het collegeakkoord terechtkomt. Ja, en dan is het natuurlijk logisch dat als er heel veel groene partijen aan het formeren zijn, dat er meer van terechtkomt dan als dat niet zo is. Dus dat maakt jouw leven gewoon iets makkelijker eigenlijk. Ja, in ieder geval het leuker. Ja, en hoopvol. Hoopvol moet je altijd zijn, dat anders, klopt. Anders wordt het niks. Dus en Tilburg doet het over het algemeen best goed. Hè. Het is nooit goed genoeg. Het moet wat beter. En ik heb natuurlijk hoge verwachtingen van het nieuwe collegeakkoord. Wat ik hoop is dat de maatregelen die er komen gewoon concreter worden. Kijk, je kunt wel zeggen, we gaan dingen anders doen of beter doen. Maar wat gaan we precies doen? Ja. Wat betekent dat? En daar hoop ik dat ik dat terug kan lezen ook in het bestuursakkoord. En daar zullen wij ook in ons advies bij helpen in ieder geval. Ja. En ik hoor jou zeggen, we doen het eigenlijk best goed in Tilburg. Waar blijkt dat uit?
Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een van de onderwerpen die volgende week ook passeren is energie. Dan heeft Tilburg een paar jaar geleden begonnen met van het gas af. Dat ging eigenlijk niet zo geweldig. Er zijn een paar wijken geprobeerd van het gas af en dat bleek niet zo'n goed idee om dat aan te pakken. En daar heeft Tilburg heel veel van geleerd. En die hebben vervolgens gezegd, we gaan met een Tilburger Forum gaan we werken. We gaan de mensen meer betrekken. Degenen die erin geïnteresseerd zijn, die kunnen terugkijken naar onze laatste uitzending die op onze website staat. Daar wordt het uitgelegd. En dan zie je eigenlijk dat als je burgers betrekt, dat er heel veel mogelijk is. Nou, daar komt dan ook een advies uit dat heel concreet is van zorg dat je per wijk een aanpak maakt. Betrek de burgers daarbij. En dan ga je, de ene wijk gaat naar het warmtenet en de andere wijk die gaat zelf energie opwekken. En dat is heel concreet stappen zetten. En dat heeft Tilburg wel best goed geregeld. En dat, ja, natuurlijk is het nog steeds niet snel genoeg en moet het harder. Maar de basis is op dat vlak best oké. Okay. Ja, en we moeten het dan dus met name van burgerparticipatie hebben. Gewoon actief. Mensen mee hebben, ja. Ja. Maar als je dan bekijkt dat 5 jaar geleden burgerparticipatie was van wij gaan van het gas af. En de burger las dat in de krant van zo ga ik van het gas af. En nu, maar niet bellen. En nu is het van we gaan het samen doen. En de burger die kan natuurlijk hartstikke veel ook. En die heeft ook belang bij. Want het is de rekening die de burger uiteindelijk betaalt. Ja, klinkt hoopvol. Ja. Hey Mark, we eindigen ons gesprek net met Tilburg doet het eigenlijk heel goed. Ik heb nu voor de eerste keer deze verkiezingen alle partijprogramma's gelezen. Tilburg doet het niet heel slecht. Heel goed. Dat klinkt alsof we er zijn. Maar Tilburg doet het niet heel slecht. Ja. Maar wat me opviel in die partijprogramma's is dat er echt enorm grote ambities vanuit al die partijen in staan. Nu weet ik natuurlijk niet hoe dat 4 jaar geleden was, want toen las ik nog niet alle partijprogramma's. Maar denk jij dat het nog veel beter gaat worden in Tilburg nu, omdat partijen er gewoon veel meer mee bezig zijn? Ja. Heb jij daar hoop voor? Kijk, iedereen heeft natuurlijk een warm hart voor milieu en dat is heel makkelijk opschrijven in een partijprogramma. Ja, de vraag is, wat ga je nou echt doen? En dat is moeilijk. En dan helpt de verkiezingsuitslag helpt natuurlijk om het ook concreet te maken. Wat zijn de punten die we gaan doen. Dus jij ziet het wel positief in? Dat is mijn aard ook wel. Nou, een van de onderwerpen waar ik bijvoorbeeld wat teleurgesteld in was toen, ik heb die verkiezingsprogramma's ook allemaal gelezen. En dat is, als het gaat over verduurzaming van energie, dan denk je heel gauw aan je huis en aan dat je andere energie gebruikt. Maar we hebben ook heel veel bedrijven in Tilburg. En die bedrijven die gebruiken evenveel energie als alle woningen samen. Ja, dus jij mist hier en daar nog wel het een en ander in die partijprogramma's. En daar gaan we het dan ook over hebben volgende week. Ja. Dus volgende week hebben we de president van Fuji. Fuji is groot bedrijf hier in Tilburg en die hebben al best wel veel gedaan. Dat is een soort van voorbeeldbedrijf aan verduurzaming van energie. Die komt vertellen wat ze gedaan hebben. En daarna gaat een van onze deskundigen, die gaat kijken van oké, en wat kan er nou in Tilburg voor bedrijven nog meer om te zorgen dat Tilburg minder energie verbruikt via de bedrijven. Dus jullie gaan eigenlijk gewoon bijna gewoon echt dingen erbij bedenken en bijschrijven die nu nog helemaal niet in die verkiezingsprogramma's hebben gestaan. Wij zagen ze te weinig in de verkiezingsprogramma's. Ja. En daar besteden we dan aandacht aan. Ja, en zijn er zo nog andere punten waarvan je denkt van hey, als ik het woord zeggen zou hebben, hoe zou jij dat Tilburg over 4 jaar uitziet? Ik zei natuurlijk heel grappend van we staan 189 als het gaat over fietsvriendelijkheid van Tilburg. Een van onze gasten volgende week is Gerard Tertolen, die is verkeerspsycholoog. Die hebben we een keer eerder gehad. Verkeerspsycholoog, ja. Wow. Dus gedrag van waarom pakken mensen een auto en waarom niet. Daar speelt in Tilburg natuurlijk heel veel. Hè. De discussie over de ring, over het forum waar nog steeds veel te veel auto's overheen rijden. Ja. Maar het luw maken en het fietsvriendelijk maken van de binnenstad, dat is echt iets, dat is gewoon niet goed gegaan. We zien dat er heel veel gevaarlijke situaties zijn in Tilburg als het gaat over fietsers. Die herkennen we zelf ook. Dus je soms denkt, waar moet ik heen als fietser op een weg? Het is af en toe best zoeken. Ja. Dus we hebben de Tilburg Fietsforum gevraagd om samen met die Gerard Tertolen met ons te komen praten over oké, wat kan er nou beter zodat we Tilburg weer in ieder geval in de top 100 kunnen krijgen van fietssteden. Want dat verdient Tilburg ook. Dat is echt iets wat niet goed gaat in Tilburg. En wat ook eigenlijk, ik weet niet of jij het in de verkiezingsprogramma's gezien hebt, maar wat je eigenlijk fietsen. Nauwelijks... Ik heb niet, het woord fietsen volgens mij niet. Nee, maar op het moment dat je zegt we willen minder auto's in de binnenstad hebben. Dan moet er ook een soort weerwoord van oké, maar wat dan toch? Ja. Dat stel ik voor dat we met de fiets gaan. Dan moet het wel fietsvriendelijk zijn. Nou, we hebben natuurlijk 40.000 studenten hier die allemaal fietsen. Dus dat is een van jouw punten waarvan je denkt van, dus dat met dat bedrijvenverhaal en dat fietsen, dan denk je daar gaan wij extra op in. Daar gaan we extra en daar gaan we het volgende week over hebben. Dus iedereen die daar iets van vindt en die dat een leuk onderwerp van, kom dan ook, dan kun je over meepraten. Want we geven het publiek ook gelegenheid om mee te praten, input te geven. Ja, precies, want je hebt het toen straks al even kort gezegd, maar wat gaat er precies gebeuren de 31ste, zodat we even iedereen die nu zit te luisteren. Telkens gesprekjes rondom die 3 thema's die ik net noemde. De groene stad, het fietsen en energie. Dan praten we met de mensen die ik net genoemd heb. En we vragen het publiek van welke dingen hebben jullie
Welke vragen hebben jullie aan de gasten en wat vinden jullie dat er zou moeten gebeuren in een nieuw collegeakkoord? Nou, dat nemen we natuurlijk allemaal op en dat bedenken we en dat verwerken we dan in het akkoord van Paradox. En Ferry van der Zaande. En Ferry van der Zaande aan het einde met Fred van Boeschoten. Wat vindt hij van milieu? Daar ben ik altijd heel benieuwd. Ferry is volgens mij niet zo duurzaam. Nee, ja, het verschilt nogal. En Ferry is een vrij autonome persoon. Dus bij huiveringwekkend, huiverend wachten we altijd af wat hij gaat zeggen. Hij heeft daar de vrijheid in. En het is altijd leuk. Ja, ik hoor jou net al zeggen, en dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Tilburg verdient het. Ja, daar gaan wij op aan, hè? Ja, daar gaan wij op aan, ja. Heel erg. Ja. Het Milieucafé, we moeten er met z'n allen naartoe, volgens mij, de 31ste. Ja, dat niet alleen, maar we hebben ook wel een probleempje nog. Oh, en daar wou ik met jullie over hebben. Je wacht even het probleem tot het eind. Ja, dat is wel leuk. Maar het is heel slim. Eerst een hele mooie opbouw en dan nu even... Kijk, het is hartstikke leuk wat we maken en dat doen we ook met heel veel plezier. Ja. Maar wij willen eigenlijk meer diversiteit in de redactie. Dus we zoeken gewoon andere mensen die zeggen, wij willen graag aansluiten en meedoen. Jonge mensen, vrouwen, we hebben allemaal mannen in de redactie nu. Dat is niet bewust zo gekomen. Maar het is wel gebeurd. Ja. En mensen die zeggen, wij willen ook, vinden het ook leuk om een onderwerp mee te denken. En wat we vooral zoeken is iemand die zegt, ik vind het leuk om internetredacteur te worden. Om te zorgen dat we ook op de social media beter zichtbaar zijn als Milieucafé. En als nou mensen zijn die zeggen, daar ben ik heel erg geïnteresseerd in. Dan vind je de vacature tekst op www.milieucafé.nl. Ja. Daar word je niet miljonair van. Het is gewoon vrijwilligerswerk. Maar je maakt wel deel van een deel van een leuk team. En je maakt leuke producten waar we ook trots op zijn. En dat... ik hoop dat daar mensen op reageren. Ja, ik voel heel erg wat je zegt, want daar hebben we het toen straks al even over gehad. Maar het is een thema dat volgens mij iedereen aangaat, dat iedereen belangrijk vindt, waar iedereen op zijn eigen manier heel erg mee bezig is. Maar dan zie je toch bij zo'n milieucafé dat het toch de mannen die het dan gaan organiseren. En dan kan me niet voorstellen dat daar dan allemaal 15-jarigen in de zaal zitten die zeggen van milieu, dit is belangrijk. Nee, ze komen best wel. Ze komen wel, oké. Ja, ze komen wel. En we nodigen ze ook uit als gasten. Ja. We hebben bijvoorbeeld bij het komende Milieucafé, had ik nog niet gezegd, maar ook iets van Extinction Rebellion. Wat vooral jonge mensen zijn. Die hebben een guerrilla-actie gehad vorige week waar ze iets van laten zien en komen vertellen. We hebben bijvoorbeeld de klimaatdemonstranten gehad die dat doen. Dus in die zin... Het programma en het publiek is eigenlijk al heel divers en van jong naar oud. Alleen de redactie, die zou nog even een opfrissertje... Je kunt niet van mensen van mijn leeftijd verwachten dat die goede programma's maken die geschikt zijn voor tieners, twintigers en dertigers. Dus ook daarom willen we die diversificatie. Ja, dus gewoon jonge mensen. Ja. Ja, denk daarover mee. Dus heb je en fikse interesse in milieu en... Is internet helemaal je ding? Ja, of een van de twee. Ja, het leukste als je allebei hebt. Ja. Dan kunnen ze dus... Waar konden ze de vacature nog een keer vinden? www.milieucafé.nl. En daar staat trouwens ook, daar staat ook het programma van volgende week op. Hè, van de 31 maart in Paradox. Daar zie je wat daar te zien is. En iedereen kan er naartoe. Je hoeft je niet aan te melden. €3 entree, maar dan krijg je wel gratis koffie. Jeetje, dat is niks. Dat is niks, joh. Hey, en waar ik tot slot nog wel heel benieuwd naar ben, jij doet dit nu 7 jaar. Je hebt het aan de een en ander voorbij zien komen, denk ik. Een hoop georganiseerd. En wat zijn nou echt de momenten van Milieucafé waarvan je denkt, dat vond ik zo bijzonder of impactvol voor de stad? Of je highlight, zeg maar. Nou, we hebben 1 aflevering gemaakt waarbij Ed Nijpels en Marja Minnesma er waren. Dat was een themaavond over energie en over klimaat. Dat was echt op het moment dat het landelijk nog helemaal niet zo belangrijk was. Toen peilde het ook uit. Er waren heel veel mensen en dat was ook een hele gezellige avond. Het ging over iets wat belangrijk is, maar er is ook de toon gezet. Hoe gaan we nou in Brabant om met klimaatbeleid? We hadden alle wethouders van de grote steden die er waren. En dan zie je ook vervolgens terug in de acties in die steden dat het ook echt effect heeft gehad. Ja, dat merk ik eigenlijk in heel jouw verhaal wel. Dat het is gezellig, het is leuk, Ferry van Zaan is erbij. Ja. Maar dat het ook echt heel erg impact heeft en dat jullie heel erg meepraten vervolgens ook weer met bestuur en gemeenteraad. Dus het is een mooie combinatie. Ja, wij praten dan, we geven ze adviezen en precies. Dan moeten ze het verder zelf doen. Hopen dat er naar geluisterd wordt. En Tilburg verdient het. Tilburg verdient het. Ja, het klinkt hartstikke leuk. Het is ook hartstikke leuk. Ja. Ik zal deze keer wel komen. Ja, en wat denk ik ook wel belangrijk is, dat als de jonge mensen komen, dat ze daarna ook doorpakken. Want daar hadden wij het er straks nog heel eventjes over. Leuk als ze allemaal komen, maar dat we er daarna ook iets mee gaan doen met z'n allen. Ja, dat is niet alleen voor de jonge mensen. Lekker doorpakken. Een mooie boodschap, Saskia. Zo mooi. Hey, allemaal super bedankt. Ik vond het weer super gezellig. Mark, bedankt.
Saskia, natuurlijk. Nou, jij ook bedankt, Anne. Ja, hoor, hartstikke leuk hier te zijn. Ja, dankjewel. En dan zien we jullie weer volgende week. Dit was Tilburg.